welkom in deze nieuwe video van Polestar. Wat heb ik aan? Even mijn slechtjes. Ik had geen goed om te kleden, dus... Nee, niet aan de beenhouwer. Dan gaan we hamburgers kopen of het wordt worst, we weten het niet. Ik zal veel weten, maar het valt eigenlijk nog mee. Je ziet die beelden op het internet, die zijn erger dan bij ons gesteld is, dus... Kijk wat we gaan. Je hebt het altijd in je hoofd, zo misschien kan je dat eten of dat eten, maar je weet niet goed wat je wilt eten eigenlijk. Totaal niet. Maar ik denk hamburgers, dat ik weet toch wel wat ik mee doe. En dan gaan eens kijken. We hebben zelfs geen aardappel in huis, denk ik. Zo wat meer leren wandelen eigenlijk. Het ziet er grappig uit als ik er wel allemaal deed. Er is bijna niemand op straat. Kijk, het is echt rustig. Normaal zijn je echt altijd zo druk. En nu is het echt zo rustig op straat. Dat zijn we niet gewoon. Totaal niet. Het is echt misschien maar een paar auto's en fietsers. Niet te geloven. Twee dikke worstjes. Ja, zeker. Dan ga je ook je wel schoen laten doen, hè? Ja, hè. Ik zal even opgaan, hè. Ah, ja, en dan nog wat gekapt. Ja, zeker. We gaan eens kijken naar die andere. Waarschijnlijk is zelfs is die sloten gekomen. Ja. Laten we eens kijken. Dat is ik ook op de hamburgers. Ik heb wel al dit meegepakt. Met eieren en zo. Dat ga ik niet maken, maar ik ga wel eens kijken voor de zekerheid. Ik neem altijd dezelfde beenhouwers, altijd. Dus, mensen die dat willen weten, altijd dezelfde. Nooit is er maar een andere beenhouwer of zo. Totaal niet is dat voor bordplaten, dus ik ga echt niet naar Londen dan. Er is geen bordplaten, dus toch ga ik ervan uit dat het niet open is. Dus, anders loop je heel veel naar daar. Voor niks aan. Dus dan gaan we nu naar de richting de GB. En daar gaan we ook nog iets kopen. Zo aardappeltjes en zo. Spinaziepuree of zo. Daar gaan we ook nog iets kopen. Zo, we komen nu in de buurt van de GB. Ja, de Carrefour, maar wij zijn altijd GB. En dan gaan we daar eens kijken. Wat we daar kunnen kopen. Zo, we zitten helemaal in de winkel, zoals ik al zie. En we gaan nu de kaas pakken. Precies. Kaas wel pakken. Dat geen merken zien, dat is nooit. Dus, kolen pakken, twee flessen, dat is genoeg. En eerst de saus pakken. Hier staat de saus, dus die gaan we nemen. Voilà.
oké. Spaghetti hebben ze hier ook. Die van onderneem ik altijd, maar ik heb die niet nodig. Dus ga je die ook niet nemen eigenlijk. Daarom niet. Nu verdienen we twee. Wacht, ik moet potjes almoes mee pakken. Van morgen. Eentje is genoeg. Dit gaan we pakken. Dus en nog één doos. Even kijken wat ik heb. Dat is wat ik moet hebben. Dus kijk. Eén ding en dan gaan we naar de kast. Dus ik ga hem dus live op de TikTok gaan. Dus dat gaan we nu doen. Live op TikTok. Dus live. Ik voer bijna niks in die titel, omdat dat toch altijd fout loopt. Oké, je zit in de titel. Dus dat weet ik dat niet meer doe. Ik ga gewoon nu mijn frikandel maken. Dan is hij al klaar voor morgen. Dus ik heb er net ook een video opgenomen over mijn Polestar recept, want iedereen op TikTok vraagt dat constant, ook in de live. Ik heb het even laten zien, omdat ik er echt wel klaar mee ben eigenlijk, om eerlijk te zijn. En dat ik zoiets had van, laat het gewoon zo. Ik heb ondertussen de 22k gehaald op TikTok. Dat is echt bijna niet te geloven, dat er zoveel mensen eigenlijk gewoon volgen. Op Facebook, op deze account begint het ook omhoog te gaan. Dus voordat je het weet, heb je daar misschien de 1000 gehaald. Ik wil jullie daar allemaal dus trouwens heel erg voor bedanken om mij allemaal massaal te volgen. Ik waardeer het ook allemaal. Moest je me ook ooit tegenkomen op straat, het maakt niet uit waar je me tegenkomt. Je mag me altijd aanspreken. Je mag ook altijd een handtekening vragen, een foto. Ik vind het allemaal geen enkel probleem. Het enige dat ik vraag als mijn peterkindje erbij is, om mijn peterkindje er niet bij te betrekken. Of foto's te maken met mijn peterkindje erbij, dan zet ik die gewoon apart. Maar voor de rest, eigenlijk hoop ik altijd goed, want heel veel fans houden daar ook rekening mee. Dus, maar ik wil het toch nog even herhalen. Wij gaan ondertussen de frikandon maken. Voor veel vragen te vermijden, wat gebruik je daarvoor? Natuurlijk eieren. Maak je uit welke eieren, die mag komen wat je wilt. De paneelmeel, natuurlijk bakpoter om erin te doen in een schaal. En mijn kalf gekapt. Dus dat gaan we nu gewoon doen en maken. Dus, en ik gebruik altijd deze kleine pot daarvoor om dat erin te doen eigenlijk. Dat ook wel heel gemakkelijk is eigenlijk. Dus dat gaan we gewoon nu gewoon doen. En dan morgen maak ik de rest klaar eigenlijk. Want dat duurt niet lang. Maar ik dacht, ik heb nu toch nog wat tijd over. Laten we gewoon gaan maken. En dan zijn we er ook in een keer vanaf natuurlijk. En dan kunnen we ook andere dingen doen ondertussen. Dus dan ga ik even zo. Ik kan ondertussen bezig houden met live. En dan kunnen jullie ondertussen net zien wat ik allemaal een beetje doe. De was ligt wel nog op de tafel, moet ik wel nog zeggen. En die ligt daar nog, dus die moet ik wel nog even wegdoen. Dus, wacht. Ik ga hier proberen te draaien, zodat je het kunt zien. Maar dat is niet gemakkelijk altijd. Zo, hier zie je mij dus als het er komt. Daar ga ik weer de bakpoter in doen. Dit is de bakpoter die daarvoor gebruikt. Zeg het nogmaals, iedereen gebruikt wat hij wilt op dat vlak.
Iedereen heeft dat ook anders op die manier. Dus, boter erin. Zo. Dat smelt dan. Voilà, dat is genoeg. Zo. Dus, en dat is wat ik erin heb gedaan. En dan kan je ook nu de dingen maken. Het kap dat ik ook even laten zien. Kijk. Dat heb ik niet meer nodig. Kijk, het kap dat we hier hebben. Voilà. Mij ga je even niet zien in beeld. Zo. Voilà, dat is de ei die we erin doen. Dan leg je er een beetje op. Zo. En voilà. Zo kan je het een beetje zien hoe ik het doe. Wat er al de paneelmeel al eens open moeten doen, dan had het. Goed het ei erdoor mengen, dat is belangrijk. Dat het goed opgenomen wordt door het gekapt. Want dat is wel heel belangrijk. Zo, dan ga je zien dat dat precies uit elkaar valt, maar dat is normaal dat het uit elkaar valt. Dus eigenlijk ziet het er altijd een beetje raar uit. Nu ga je dat paneel mee weer open doen. Dat is altijd heel moeilijk, want je handen zijn dan altijd heel vies. Dus ik ga het even afwassen, mensen. En ga dat beter om dat open te maken. Soms gebruik ik ook gewoon een mes in één keer. Als ik daarin prik, ga ik dat gewoon doen. Even weg van de camera. Kwestie van niet geblokkeerd worden, want ik zeg, ik ben ook nog live aan het gaan. Dus dat is goed, Petra. Zo, dat is het paneelmeel. Stoor we er gewoon een beetje op. In het begin niet te veel, omdat je natuurlijk niet weet hoeveel precies je nodig zult hebben. Dus dan gewoon mengen. Totdat je één vaste textuur krijgt eigenlijk. En dan heb je het eigenlijk gewoon. Dus, hey Susie. Je bent goed bezig. Zo, en dan zie je dat je er nog wat meer bij. En dan is eigenlijk de frikandel zo goed als... Klaar, ik zeg het. Zie het, nu is dat wat meer vaster dan daarnet. En dan... dat je piep is gewoon omdat je constant op die knopjes drukt. Maar het is gewoon... kon ik er allebei. Voilà, en dat is dan gewoon goed. Meer moet dat niet zijn. Ik neem nooit te veel ook niet trouwens. Altijd zo perfect. Dus... voilà. Klaar. En dan gaat het gewoon de oven in straks. Als de boter gesmolten is, die moet ik er nog insteken.